De basketballers van Den Helder Kings zijn met een nederlaag begonnen aan de halve finales van de play-offs. Den Bosch was met 89-78 te sterk voor de ploeg van de geschorste coach Jean-Marc Jaumet. Assistent Mike Nahar was zijn vervanger op de bank. Af en toe waren we een beetje passief in de aanval. Maar aan de andere kant denk ik wel dat hele sterke periodes hebben laten zien. Genoeg om op te bouwen voor de volgende wedstrijd. De Kings waren slordig in het scoren en de rebounds waren vooral voor Den Bosch. Vlak voor tijd zag het er nog naar uit dat Den Helder nog kon terugkomen, maar uiteindelijk was een nederlaag niet te vermijden. Komende zondag is de return in Den Helder. Ja, zondag is een hele andere wedstrijd. Natuurlijk is het bij ons thuis. Een stukje thuisvoordeel wat jullie hier in Den Bosch hebben, zullen wij hopelijk gaan krijgen. De wedstrijd tegen Den Bosch in de Kingsdome is zondag live te horen op de radio bij RTV NA. Vanaf 2 uur.